Nou, de uitdagingen beginnen eigenlijk al met het verzinnen van het vlees lekker eruit te krijgen. Normaal was ik altijd van, nou ja, lekker makkelijk, pak je zakje en noem maar op. Maar er zitten zoveel rommeldingen in, waaronder ook lactose, dat als eerste uit de keuken werd geweerd. En het smaakvol maken van eten, het werd allemaal heel plat qua smaak. Heel veel zelf kruiden kopen, verse kruiden kopen en er maar van alles in gooien. En bedenken van, nou ja, nu smaakt het wel, nu smaakt het niet. Het is echt uitproberen. En ja, het is gewoon echt puur zoeken, uitzoeken en goed opletten en lezen. Goed de ingrediënten lezen die op de verpakkingen staan. Lactose wordt niet enkel maar benoemd als lactose, maar ook als melksuiker, zandsuiker. Dus het zijn zoveel benamingen die er aan worden gegeven, dat het soms echt even een zoektocht is. Maar er zijn alternatieven genoeg. Je ziet het wel tegenwoordig steeds meer dat fabrikanten ook hun allergenenlijsten op de website erbij vermelden. Dus daar is al wel wat meer openheid in. Maar het blijft lastig, ook omdat producten steeds veranderd worden. Wat hierin, ik weet niet of dat bij u ook zo is, maar hier in Nederland worden veel producten aangepast en dan staat er bijvoorbeeld op de verpakking nu nog lekkerder of nu nog beter van smaak of uit grootmoeders recept. En dan was dat product voorheen lactosevrij en dan ineens, omdat het dan nog lekkerder moet smaken, bevat het ineens lactose. Dus het zijn producten die je misschien al een aantal maanden, zeker jaren, kan gebruiken en van de een op de andere dag wordt het ineens aangepast en dan bevat het ineens lactose. Nee, het is absoluut niet makkelijk, maar het is wel even een kwestie van, zoals jij ook zegt, opvoeden. Gewoon duidelijk aangeven wat je wel en wat je niet kan eten. En misschien duurt het even, maar als ik bij mijn ouders nu ga eten, dan eet heel de familie lactosevrij. En mijn vader is echt in dat opzicht echt een werkelijk taartenbakker. Die maakt de lekkerste taarten lactosevrij. Dus het is wel een kwestie van opvoeden. En ja, als ik naar vrienden ga, nam ik in het begin heel veel dingen mee. Maar nu is het zo van, oh, waar koop jij je spulletjes? Of kan je wat meenemen uit de webwinkel, bij wijze van spreken, omdat we het net niet hebben kunnen vinden. Het is gewoon even een kwestie van, blijven vertellen wat je wel en wat je niet kan. En ja, het is soms lastig, maar er zijn ook heel veel mensen die alle moeite voor je willen doen en daar helemaal geen probleem van maken. En als mensen bij ons komen eten, dan kook ik voor iedereen lactosevrij. En ja, ik was vroeger geen keukenprinses, maar sinds ik zelf ja, dit heb en dus heel veel zelf moet maken, begin ik koken ook steeds leuker te vinden. Dus probeer ik ook steeds meer dingen uit. En ik moet zeggen, men is erg blij met mij.